Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 19 mei. Het is bewolkt in Nederland en er valt vooral in de oostelijke helft van het land ook wat regen. Inmiddels trekt de regen ook wat meer naar het midden van het land. En dat betekent daar dus nattigheid. In het westen blijft het op de meeste plaatsen droog en is er vanmiddag zelfs af en toe wat zon. Nou, de neerslag die trekt vanavond naar het noordoosten weg en dan blijft het overal droog. De komende dagen gaat het weer eigenlijk steeds meer verbeteren. Morgen gaan we dat al merken, want dan loopt de temperatuur alweer wat verder op en blijft het op de meeste plaatsen droog. Laten we maar eens naar de weerkaart gaan kijken: dan zien we vandaag dus veel bewolking en neerslag, maar vanavond wordt het droog en ook vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog in Nederland. Morgen zijn er dan flinke zonnige perioden. In de lopende dag ontstaan er wel stapelwolken. En in de middag kunnen er dan met name landinwaarts een paar buien gaan vallen. En zondag blijft het overal droog, is er ruimte voor de zon en wordt het aangenaam warm met zo'n 18 tot 20 graden. Nou, vanavond dus nog eerst de regen in de oostelijke helft van het land, maar die neerslag die trekt geleidelijk aan weg richting Duitsland. Vanuit het zuidwesten wordt het overal droog en klaart het ook op. De temperatuur ligt vanavond zo rond de 14 graden, vannacht daalt het kwik wat verder en wordt het zo'n 8 à 9 graden. De wind die waait uit het zuidwesten of westen is meestmatig, vanavond aan zee nog af en toe vrij krachtig of krachtig. En dan morgen, dan zijn er zonnige perioden, zeker in de ochtend, maar geleidelijk aan ontstaan er wel stapelwolken en vooral landinwaarts kunnen er dan in de middag een paar buien gaan vallen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden en er staat een matige zuidwestenwind. En morgen, ja, dan, eh, of zondag moet ik zeggen, dan komt de zon steeds meer tevoorschijn. Dat wordt een hele aardige dag en het blijft dan ook overal droog met maxima tussen de 16 en 19 graden. Opnieuw is het vooral langs de kust ook vrij zonnig. Maandag wordt de warmste dag met zo'n 21 tot 23 graden. Ook dan zijn er flinke zonnige perioden. En een groot verschil met het weekende is dat de wind uit het zuidoosten waait. Dus ook aan zee is het dan bijzonder zacht met temperaturen boven de 20 graden. Vanaf dinsdag gaat de kans op buien weer toenemen. Het wordt dan nog wel 20 tot 21 graden, maar daarna wordt het weer wat koeler. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.